vind jij van mijn vervanger? Oh ja, oh chill. Met deze begon ik echt laatst gewoon ziek te janken in de auto. Ja, Monica! Nee. Monica! Is hij zijn tas vergeten? Kan jij me meer vertellen? Wat heeft ze uitgesproken de laatste 2 maanden? Goedemorgen, jongens en meiden. En welkom weer terug bij een nieuwe vlog. Het is 8 uur 's ochtends. Een hele goede morgen. En kijk eens. Hé, hey, dat is lang geleden. Heel lang geleden. De Duckies. Ja, ja. Ja, jij zat ermee opgescheept. Of ik zeg, jij zat ermee opgescheept. Ik zit ermee opgescheept. Ik heb jou ermee opgescheept. Ja. Ah. Ah. Jade heeft natuurlijk een tijdje niet gezien. En Jade en ik zijn hier net wakker geworden. Jade die gaat naar de sportschool en ze heeft 1 slimme truc. Kijk. Mijn koptelefoon op, zodat niemand tegen me praat. Oh. Ja, hij is ook leeg. Dus je zet hem alleen maar op, zodat mensen niet tegen je praten. Ja. Zo, kijk eens even wat een lekker zonnetje. Hele goede morgen, jongens en meiden. Ik ga niet gaan overrijden. Nee, maatjes, kom eens even hier. Kijk. Ja, hé, dat is het vrouwtje, die hebben jullie lang niet gezien. Ja, je moet dus niet daar gaan lopen, want dan word je aangereden door je haren. Ah, jongens, het is weekend. Een hele goede morgen nogmaals. Wij zijn echt net het bed uit en ik ga straks even lekker mijn video editen. Maar ja, die gaat dus zoals eigenlijk van ouds lekker naar de sportschool toe. Dit is gewoon eigenlijk zoals de vlogs er toen een aantal maanden geleden aan toe gingen. Even uitkijken dat ze echt niet de ene aanrijdt. Blijf staan. Vries. Vries. Ja, het gaat goed. Oh, oh, oh. Nee. Weg, 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 weg. Titi. Kom op, jongens. Eigenwijze beesten zijn het ook. Succes. Dank je. Niet te hard de body trainen? Nee. Nou ja, eigenlijk wel. Ik heb het echt ijskoud. Ja, ik ook. Dus ik ga snel naar binnen. Doe dat. Tot zo. Tot zo. Hop. Zo. En ik ga ook lekker inderdaad snel naar binnen. Nou, de eentjes die ga ik zo wel eten geven. Jongens, wow, dit moet zo gek. Ja, dat abonnement bij de sportschool hier, die heeft ze natuurlijk ook opgezegd. Maar ze gaat dus nu even een dagpasje halen, zodat ze wel gewoon lekker kan sporten. En wauw, heerlijk. Zo, het is echt lekker om zo vroeg wakker te worden. Ons ritme de laatste dagen is dus echt goed aan het worden. Ook, ik zei 8 uur 's ochtends, het is 8:30 ochtends op dit moment. Maar zoals jullie gewend zijn van mij, of wat ik al vaker vertelde, kwam ik heel vaak 9:30 of 10:00 of 10:30 eruit. En nu zijn we echt gewoon vaak 1 uur tot 1.5 uur vroeger. Lekker. Strak blauwe lucht. Mooi. Even uitrekken. Oh, uiteraard heb ik hier zo lekker een koffertje genomen uit Tante Sof. Wie weet waar dat van is, Tante Sof. Dat is ook van een YouTube-ster. Nu is het 9:15 's ochtends. Jade die komt er straks denk ik terug van de sportschool. Ik ben dus al gewoon lekker klaar al. En dit is dus een beetje hoe zo'n edit eruit ziet. Kijk, ja, ik heb het al vaker laten zien natuurlijk. Het is eigenlijk alleen maar knippen. Tekstjes toevoegen soms en natuurlijk wat andere dingetjes. Maar effecten gebruik ik vaak nooit in de vlog, want dat is helemaal niet nodig. Dat gaat het ook niet beter maken, gaat niet fijner kijken. Gewoon clean en simpel. Net zoals mijn banner. Daarom ben ik ook echt ontzettend blij met mijn nieuwe banner, jongens. Kijk eens hoe goed die eruit ziet. Gewoon lekker. Gewoon wat ik zeg, clean. Want ik vond mijn banner eigenlijk een beetje kinderachtig. En ik wil gewoon echt een beetje naar het volwassenere look toe. Ik word zelf ook ouder natuurlijk, bijna 25. Mag ook wel eens. En nu is het dus eigenlijk wachten totdat Jade hier terugkomt. Ja, ben je helemaal blij dat je weer een keer een ontbijtje krijgt? Oh jongens, heerlijk. Heerlijk. Kijk eens. Oh, ze heeft boodschapjes gedaan. Zonder mij, ja. Ja, echt hè. Potverdrie. Kijk eens, gezonde dingen. Ik zie hier granola, ik zie banaantjes. Wat ga je maken? Jawel. Oké, ik ga mij gewoon lekker helemaal laten verrassen. Oh ja, hey. Jullie komen ook gelijk tevoorschijn. Jullie denken, oh, wat is hier te halen? Wat valt hier te halen? Hè? Ik denk, daar kreeg ik al de snoepjes. Staartjes omhoog. Ah. Ja, maar kijk, dan hebben we 3 komt ook. Nou. Oh, lekker snoepjes met z'n 3 opeten. Kijk, wat een leuk beeld dit zo. Je ziet al wie de dikste is en de rest de snoepjes opeten. Dat is deze meneer hier. Kijk, geef de vlog gewoon even 5 seconden aan Jade. Dan gaat ze even heel snel vertellen wat ze gaat maken. Doei. Ik heb mijn ogen dicht. Gio? Ja? Je oren dicht toch? Waarom doe je me dan? Nee, ik ga gewoon een avocado toast met ei en tomaatjes maken. Want dat is mijn favoriet ontbijtje. Oh, deze pokkel. Deze pokkel doet me echt janken. Dit liedje wat je nu hoort? Ja. Deze begon ik echt laatst gewoon ziek te janken in de auto. Wat is echt van Idali? Ik hou nog steeds van je, maar mis je niet. Het is zeker nu, girl, ik vergis me niet. Ik had hoop in ons, maar het mocht niet zo zijn. Wens je het beste ook, al is dat niet met mij. Deed het zo erg als best om het goed te doen. Ik snap wel dat je een emo bij je kan hebben. Ik snap wel dat je een emo bij je kan hebben. Ja, toch? De plek van het huis waar we het minst zitten. Of waar ik sowieso het minst zit. Nou, dit heb ik gemist.
Ik smaak. Dat heb ik misschien nu al 30 keer gezegd in de vlog. Ja. Hey, jij vindt ook wel dat het echt tijd is om het interieur te veranderen, hè? Neem je hapje maar. Nee, ja, klopt. Oh, je wordt belaagd door twee katten. Ja, eerlijk. Zeg maar, ik vind het zo verschrikkelijk eigenlijk. Ik vind het steeds erger worden, jongens. Het is echt tijd voor verandering. Maar ja, ik ga nu even lekker genieten van mijn ontbijtje. Hey! Hey, joh! Hey! Laat de kaars met rust! Hallo! Oh, dit is comedy. Ga maar door. Nou, genoeg. Hop. Tijd om mezelf te douchen. Jongens, ik heb heerlijk gegeten. Een lekker ontbijtje. Kijk eens, het is gelijk ook weer een bende hier zo, hè. Och, och, och. Het is gelijk een bende. Ik moet een beetje opschieten, want de douche loopt. Hé, hey, wat vind jij van mijn vervanger? Oh ja. Oh, chill. Bizar. Ja. Hoe doe je dit dan? Nou, gewoon zo erop gaan liggen. Het lijkt wel een beetje op jou. Toch? Vind je niet? Vind je van niet? Oh, dat ligt best lekker. Ja, toch? Ja, alleen ik heb niet zo'n grote tieten. Nee, dat klopt. Maar wel een dikkere kont. Ja, dat klopt ook. Kijk hè. Ja. Ah! Ik heb mezelf aangekleed. Jaren staat nog even daar in de badkamer. En Ricardo en Carlos die komen eraan, jongens. En ik weet zeker dat één van hun, want er heerst echt een beetje een virus in de groep bij ons. Iemand moet Carhartt aan hebben. Oftewel dit logo. Sowieso dat het of Ricardo is. Ja, sowieso. Ik denk dat de kans al groot is dat één van hun ook een zip hoodie draagt. Kijk, hij komt precies nu hier zo aan. Wat een timing. Wedden dat iemand een zip hoodie draagt? Ik weet het zeker. Oh jee, we gaan het zien. Oh, Emma. Geen zip hoodie. Geen zip hoodie gewoon. Draag je Carhartt vandaag? Zip hoodie. Oh, zip hoodie. Nee, geen Carhartt vandaag. Oh. Jij hebt het sowieso natuurlijk weer aan. Ja, ja. Dus dat kan... Ja, je hebt hem weer aan. Ja, maar... ja, heb je nog andere kleding, of niet? Heb ik wel, draag ik alleen niet. Oh, ja. Alleen die H. Rogens die trui. Ja, 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 die wel. Dat is goed. Ja, het is 12:30 ochtends. Smiddag. Goedemorgen. Goedemorgen, jongens en meiden. Het is 12:30 middags en ik heb dus vandaag een meet and greet in Nieuwegein om 3:30. Ja. Dat is over 3 uur. Ja. En er staat nu al een rij. Mm-hmm. Serieus? Ja, ik snap ook niks van. Ik waarom denk ze dat Peppa nu Peppa Pig gaan halen. Ah, je hebt natuurlijk wel concurrentie daar, hè? Ja, ja. Hebben concurrentie? Ja. Peppa Pig. Boomba. Oh, die komen ook. Sonic. Ah. Daar verga ik heen. Ah. Aha, jongens. Oudje on fleek. Oudje on fleek. Dat is echt niet zo. Ik heb echt mijn vest hier overheen getiefd omdat het veel te koud is. Oh. Ik vond het wel leuk. Oh nee, ik moet even zonder vesting. Geweldig. Dankjewel. Tijd om te gaan, jongens. Hé, hey, wat een vreugde. We hebben er zin in. Zo, nou. Ja. Ja, ik ga eerst even deze spullen bij jou in de auto leggen en dan kunnen we gaan. Ik voel me dus altijd een scholiertje als ik zeg maar met deze rugzak zo oploop. Zo doe ik altijd op school. Echt als een nerdje door de klas of door de school heen. Ik ben nog steeds een nerdje. Wat? Noem je mij nog steeds een nerdje? Oh. Dat kan niet. Oh, weet je nog? Even een throwback naar dit moment. Ja! 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 Oh mijn god, Gio, ik haat jou zo in, ten. Ja! Dat was echt kut. Ja. Doei doei. We zijn... Oh, zo. Je was helemaal aan het fluisteren in mijn oren, inderdaad. Zo, wat lekker. Wat spannend. Wat zei je dan tegen hem? Wat zei je dan? Zo, is hij altijd zo agressief tegen jou? Wat zei je dan? Hij heeft echt agressieproblemen, hè? Ja, heel erg. Pas maar op, hè? Nee, jongens, wij zitten lekker in de auto onderweg dus naar een Nieuwegein toe. Daar word ik ook dus geknipt. Super fijn. En ik ben benieuwd, want ik heb dus ook echt wel super lang volgens mij mijn geen meet and greet gedaan. Ik weet dus eigenlijk ook echt niet wat ik kan verwachten. Ja, die is zelf lekker naar Heemskerk gegaan net. Eindelijk van eraf. Zo, nou, dat is ook wel fijn. Hoe lang is ze nou gebleven? Ja, is verschrikkelijk. 2 dagen. Sliep ze in de logeerkamer? Ja, ja, ja. Ja, man. Nou, onderweg dus naar Nieuwegein. Na een heerlijk ritje zijn we aangekomen in het oh zo mooie Nieuwegein. Maar Ricardo is verkeerd gereden. Wat ben jij toch een goede manager? De navigatie gaf dat aan. Ik zei toch al dat we niet goed zaten. Jij zei je moet hier naar links. Is hij altijd zo verbaal agressief? Ja. Ja. Het is heel zwaar. Ja? Oh, oké. Okay. Zo. We zitten goed. Nou, mijn ouders komen daar als het goed is straks ook heen. Dus dat is gezellig. Ja, vind je? Nee, grappig. Ik vind ook. Jij hebt echt een goede beurt nodig. Ja, zoals iedereen altijd zegt. Omdat ik me gewoon mezelf blijf in de vlog. Heb ik wel een goede beurt nodig. Dan ga je jezelf niet verantwoorden. Gaat het goed met je? Oh,
Niet jaloers worden, zo. Kom. Het is vriendschappelijk bedoeld. Ja, word je wel jaloers? Ja. Oh, sorry. Mag ook wel een kusje van Jim. Ja, dat mag. Sharing is caring, toch? Oh ja. Ja? Volgens mij denkt iedereen echt dat wij gewoon één grote incest... Gewoon vriendengroep zijn, ja. Ah, boeien. Klopt wel. Mensen mogen denken wat ze willen. We zijn er bijna. We zijn binnen. Wow, is dit de eerste keer dat ik jou in Nederland zie? Oh ja, hè? Ja, behalve het vliegveld. Oh nee, je bent ook... Nee, trouwens, ik ben ook... Je bent ook hier bij me thuis geweest. Oh ja, klopt. Maar toen was je niet in de vlog. Je wilde geen piano spelen. Oh, jawel. Oh, ja. Toen was je nog camera schuwen inderdaad. Ik heb het weer vergeten. Ja, sorry. Zoveel indruk heeft het niet gemaakt. Nee. Okay. Hey Carlito. Alles goed, jongen. Ja, ik had op zijn minst wel verwacht dat jij Card vandaag aan zou hebben. Ja, eerlijk? Het is ja, man. Andere dingen nu. Wat is dit? Ja. Gewoon even normaal. Ja, toch? Zo, jongens, we zijn binnen. Ik word hier zo straks dus geknipt door Jules. Jules de Rook. Kijk eens, Jules Barbershop. Dit is die nieuwe service, toch? Op locatie? Ja. Goeie. Sinds vandaag. Echt waar? Ga je masseren, man. Kijk. Masseren? Ja. Wow. Ik heb een massagestoel. Echt? Goeie service. Ja jongens, ik zei vanochtend aan de vlog inderdaad, ik moet echt even geknipt worden. Dus ik ga gewoon even lekker zitten. Let's go. Oh, Carlos in actie. Carlos in actie. Regel. Lekker bezig, ja, bro. Ja, want ik doe niet alleen maar fotograferen. Ik ben gewoon personal assistant en alles. Ja. Oh jongens, kijk eens, de zijkanten zijn al bezig. Lekker. Beter dit. Ik hoef dus ook pas over volgens mij anderhalf uur daar te staan straks. Alle tijd, man. Wow, de komende shotjes zijn gemaakt door de cameraman. Ik zei, kom, we gaan even lekker... Hetzelfde kinderevenement, hè? Oh ja, dat kan ik echt niet in. Hij zei ook, kom, we gaan munchen. Kom, we gaan weer munchen. Nee. Ah, jezus, zo. Oh. Lijkt me dus echt vervelend als je net als Alex van die tegen grote ballen hebt. Oh jongens, ik ben net geknipt, maar kijk eens even. Sonic. Wow, dit is even cool om te zien. Ik speelde hier dus altijd mee op Super Mario Bros. Wat is het spoken weer? Jij weet het. Wat speelde? Smash Bros. Dat was het. Ja, mag ik high five? Yeah. Kijk jongens, we hebben Peppa Pig, buurman en buurman Sonic en YouTube Hero Gio. Wat een smooth boys. Zo, goeie. Wie heeft de foto uitgezocht? Ja, dat ben ik. Wie heeft de foto opgestuurd eigenlijk? Heeft Ricardo dat gedaan? Ik weet het ook niet. Hoe komen ze aan die foto? Ben je tevreden met de foto? Hè? Ben je tevreden? Ja, ik lijk je wel op, toch? Ik ben hier wel lekker blij gewoon. Ja, dat wel. Of vind je het lelijk? Je bent wel echt een YouTube-hero daar. Ja, ik ben wel echt zo'n kinderheld daar inderdaad. Maar ja, dat komt ook door de edit eromheen natuurlijk. Ontmoet je helden. Ik vind het wel echt lief dat jullie hier naartoe gekomen zijn. Dat ik jullie held ben. Ik ben gewoon aan het werk, hoor. Oh. Ja. Oh. Dat is nou jou. Voor AIDS roodjes. Voor AIDS roodjes zie. Oh, daar gaan we weer, jongens. Daar gaan we weer. Hey, succes. Dankjewel. Dankjewel. Ja, wat zeg jij nou dankjewel trouwens? Alsof jullie op de foto moeten staan. Hé, hey, trouwens, misschien worden jullie wel herkend straks. Oh. Wow. Ik heb Monica. Nee. Monica. Oh, nee, als mensen dat gaan zeggen, hè? Ja, ik werd dan dus echt... Ik werd in de Alicante vlogs werd ik dus echt gehaat omdat ik samen Monica. Nee, het meest grappige was... Laatst met You in de club, weet je nog? Wat dan? Dat is You de Barber. Oh ja, iemand herkende jou gewoon van de vlogs. Ja. Niet normaal, hè? Hey! Zo, alles goed? Hey, moeders. Alles goed? Ja. Dat is fijn. Ja, zeker. Zo, wie lekker kort. Kijk, hey, dit is je concurrent. Je moet hem pakken. Ja, nee, ga niet. Ik heb tijd. Hij neemt het over. Ja. Toch? Ja. Gaat met pensioen. Ja. Maar je gaat wel steeds korten. Kijk, hij doet het goed, hè? Ik heb het al zo vaak gezegd, hè? Ja. Maar hij heeft altijd meisjes gehad. Waarbij die hadden zich gezegd: nee, niet zo kort hoor. Niet zo kort. Hey, juist en, lang laten. En nou goeien. Ineens. Ja, je zit wel inderdaad. Ja. 10 keer beter, toch? Ja. Ja, wel lekker fris toch? Ja, ja, sowieso. Oh, ik zet er net mijn camera uit. Eerst wat hij zegt is... Monica! Fucka Monica! Ik dacht nog ergens, hoe weet je dat? Gek, hè? Ik word straks opgehaald, jongens. Ik weet dus niet of ik het echt kan filmen, want blijkbaar staan dus echt 600 mensen in de rij. Die komen allemaal voor Monica. Lekker gedaan, hoor. Hey. Dan, wat moet ik dan doen als mensen dat vragen? Dan moet ik toch zeggen nee? Als we op de foto willen met jou? Ja, dan kan het toch voor jou? Nee, ik kan toch gewoon ja zeggen, hè? Nee jongens, maar ik weet dus niet, want het wordt straks echt lopend bandwerk. Het gaat super snel. Ik hoop dat het wel leuk wordt, maar dat gaan we zien. En ja, 600 mensen in een uurtje is natuurlijk bijna niet te doen. Dus hoe we dat gaan doen, weet ik ook niet. Maar dat gaan we zien, hè? Hoi, foto door.
Ah, bro, mijn neus. Oh. Ricardo is ook fresh. Jij loopt even met mij mee? Nee, ik moet zo meteen. Oh, je bent het is half bijgewerkt inderdaad. Oh. We gaan de deur uit. Let's go. Kom maar op TikTok aan. Let's go. Hoi, alles goed? Zo. Aan mijn oren, jongens. Ik heb geen idee. Er zijn 600 mensen in de rij of zo? 600 mensen ongeveer. Okay. 600 en 800. 600, zo, dat klinkt echt fucking veel trouwens. De rij zit helemaal voor buiten, man. Nee, joh. Ja, joh. Holy shit. Ja. Ah, daar gaan we, jongens. Ik hoor allemaal mensen filmen. Tot buiten de rij staan. Daar gaan we. Yes. Het zit erop, jongens. Heel mooi. Ik moest een paar keer een bepaald iets doen. Wacht, ik ga even naar de... Hey. Jij, ik moest voor jou iets doen. Oh ja, doei. Van wie is dat dan? Het is van Isa. Aha. Jij kijkt ze streams of niet? Sowieso. Ja, hè? Ah, lekker, lekker. Nou, dan gaan ze verder. Ook al. Ja, jongens. Ik weet niet of... Nou ja, waarschijnlijk weten heel veel mensen dit, maar waarschijnlijk weten heel veel mensen ook niet. Wacht, hou eens vast. Als ik zo doe. Zo. Ik heb nog nooit over deze guy in mijn vlog gesproken. Weet je wat dit betekent? Nee. De W volgens mij van Isai. Dat is die streamer toch? Die de hele dag over Athena loopt te praten en zo. Ik wil een keer een video met hem opnemen eigenlijk. Ja, als je dit ziet. Hey, als je dit ziet, moeten we een keer doen. Wat zeg je? Gewoon rapnieuws benoemen. Dat ze dit even online moeten. Ja, want er kwamen heel veel van zijn kijkers ook naar mij toe. Met, ja, kun je deze doen? Kun je deze doen? Echt? Ja. Zo. Ik ben niet eens verstaan, maar. We gaan weg naar de auto toe. Ja, ik ga wel achter dit. Jeetje. Hey, oh. Ja, word ik achterin gezet? Oh jee. Oké. Hey. Ja. Nou. Gassé! We zijn uit de drukte. We zijn uit de drukte. Ja, waar gaan we nu heen? Pot voor drie deelbotjes. Zo leef je nog? Nee, ik word echt alle kanten opgeduwd. Ik raak er even niet. Straks val ik nog. Oh, jongens. Nou, zoals je al zag, van de meet and greet zelf kon ik niet echt filmen, want het ging achter, als een sneltrein achter elkaar natuurlijk. Maar ik heb wel... Zo, hey, heb je de focusdrink voor mij? Ja. Ik heb een focusdrink gekregen. Hey, ik heb dit volgens mij dus nog nooit gedronken, joh. Oh, kut, ik ben echt veel te donker. Hallo. Ik heb mijn eigen auto dus niet. Die staat bij Jade. Dus vandaar dat ik achterin... Maar wacht even, waar heb je me gebracht, bro? We zijn in de mooiste stad van Nederland. Amsterdam. Oh, je bent ook enthousiast? Ja. Oh. Dat is zo doen. Oh, ik heb mijn ogen dicht gehad. En nu zijn we ineens in Amsterdam. Kijk eens, daar zitten we. Een pornstar, jongens. Proost. Proost. Hartelijk. Aankijken. Oh, ze kijkt mijn been niet aan. Ja, dat heb ik toch een slechte werk. Ik ga hier naar weer. Hey Carlito. Jongen, ik zat even naar Hiel te staan. Dat is een mooie man, hè? Ja. Hey, hoe is het met de vrouwen dan? Hoe is het met de vrouwen? Hoe is het met de vrouwen? Ja, ik zat net op zijn telefoon. Toen zag ik een Tinder-icoontje en er stond gewoon plus 10 melden. Echt? Ja. Oei, yo, bro. Ik heb Tinder Gold, hè? Ja, sowieso. Ja, heb je mond leeg? Ja, jongens. Hè? Wat gaat bij jou met de vrouwen? Ja, zeg dan. Neem ook maar een broodje. Die van mij is leeg, maar shit. Eten staat op tafel, jongens. Hey, je hebt wel kaart aan, bro. Ja, maar hij hoeft het niet altijd te laten zien. Hij zit eronder. Ja, het is gewoon eronder. Je draagt het wel gewoon. Misschien een onderbroek ook, maar ja, die kan ik helemaal niet laten. Hebben ze onderbroeken? Ja, ik wil gelijk onderbroeken. Ik wil ook kaart onderbroeken. Sokken. Ja, ik heb die sokken ook nog niet. Zo, lekker dit. Kijk eens, vleesje. Eet smakelijk. Jody heeft net een hap genomen van de spicy saus. Wat vind je ervan? Bro, ik ben Surinamer, hè? Zeg je eerlijk. 100ste of zo. Oh nee, ik ben geen Surinaams.
Jawel. Jawel, Surinaams. Ja? Ja. En 16e. Oh, 16e. En, wat vind je ervan? Ja, lekker hoor. Ja? Snel drinken. Oké, Carlos zei iets leuks. Ja, ik kan gaan doen. Oh. Oh. Wow. Verstaande bro. Doet het pijn? Oké, gaan we allemaal? Nee, ik durf niet. Ja, we gaan allemaal een keer. Nee, ik durf niet. Ja, dat ga ik ook. Ik wil het wel proberen. Ik zeg je, ik heb het nooit gedaan. Ik heb meer zo'n Doe. Natte vingers. Je voelt toch niks? Nee, je voelt niks. Oh! Oei! Ik ben zo... Oei! Hey, look! Het is nog licht, Amsterdam. Oh, oh, zo, knappe jongen gespot. Oh. Wat is er met Carlos? Is hij zijn tas vergeten? Met alle camera-apparatuur er ook in. Dat is fake. Bro, hoeveel zit daarin? Die tas is net zo groot als hem. Hij is net zo zwaar als hem. Kijk. Dat doe ik ook gewoon aan die kant. Even allemaal, lach. Die tas is even groot als ik. Vinden jullie grappig? Jullie vinden het ook grappig, hè? Ja, hij lacht. Goeie, dat is zeldzaam, bro. Sorry. Ja, daarom. Oh, ja. Leef van mij vindt hij grappig. Ja. Hey, tot ziens. Ja, wat doe je? Ga weg! Oh, Carlos, je camera! Oh! Ja. Hij vergeet alles! Maak nu kijken. Maar weet je wat vervelend is? Ik heb hem vorige week al geappt, bro. Neem die camera mee. Hij neemt hem mee, maar hij laat hem in de auto liggen gewoon. Oké, dus? Maak een sticker dan. Je moet even cool doen. Even lijp. Nee, verder. Ja, rechtop. Je moet er rechtop maken. Even beneden. Ja. Domme pikken. Later brooski, thanks. Later bro. Oh. Zo. Dat was je spiegel. Oh. Ja jongens, nu word ik lekker thuis afgesteld bij Jade. Maar mijn auto staat er nog. Dus dat is helemaal top. Ga je nog rijden? Nee, waarschijnlijk niet. Wat lach je nou? Mijn kabeltje zit vast. Waarom ben je zo fucking irritant altijd? Dat je beter achterin kunnen zitten. Maar omdat jij per se wil roken, mag je voorin zitten. Ga je dit nu knippen? Nee, dit ga ik gewoon inlaten. Is toch niet waar. Hey Jade. Wat is er? Wat een leuke vriendin heb je meegenomen. Dank je. Hey Bibi. Hey. Ik hoorde dus dat je echt heel vaak naar de sportschool ging ook. Ja. Ziet er goed uit. Wanneer ga ik er mee? Morgen. Hoe is het met de jongens? Ja, goed. Hoe is het met de jongens? Ik moet het over hebben. Bij jou? Ook goed. Ja? Wie dan? It's none of your business. Kan jij me meer vertellen? Wat heeft ze uitgesproken de laatste 2 maanden? Nog niet. Nee, ik ga niet zeggen. Oh! Zijn er dingen die ik niet weet? Nee, jij weet wel alles, denk ik. Hmm. Zijn er dingen die jij niet weet? Je hebt zoiets dat zwijgt echt, hè? Ja, dat is waar. Oké, jongens, ik ben aangekomen in Heemskerk. Het is weer gezellig. Ik heb net gewonnen met Kwiks. Bam! Ik heb gewonnen. Kijk ja, eens. Zou ik dat eens even na gaan tellen? Ik heb 120 punten. Ja. En? Goed gedaan. Zie je? Ik heb gewonnen van jou. Terechte winst. Dankjewel. Ben jij iemand die een stevige hand geeft of een slap handje? Nee, stevig. Anders heb je geen karakter. Wat is dat nou weer? Dat is echt zo. Als iemand zo'n slappe hand geeft, dan denk je, eeuw, what the fuck, wie ben jij? Ik doe altijd zo. Jij geeft echt niet zo'n hand. Echt hoor? Geef Bibi eens een hand. Hij krijgt echt hard. Hij doet nu alsof hij gewoon een sterke hand heeft. Ja, jij doet zo. Hij denkt, ik ga morgen mee sporten. Ja. Hey. En daar is hij weer. Hey, ja. Kijk eens. Oh, weet je wat ik altijd heb? Ik ga niet naar huis of zo hoor, maar ik moest er even wat uit mijn auto pakken. Ik heb altijd, zeg maar, als ik een dag niet gereden heb in mijn auto, dan mis ik hem zo erg weer. Ik bedoel, wat ik altijd al zeg natuurlijk, maar dit is een soort van bekroning op je werk, zo'n ding. Het is gewoon super lijp om deze auto te rijden natuurlijk, vooral op deze leeftijd. En het blijft gewoon lekker. Maar ook omdat, kijk, ik ben gisteren expres op het Jade mee gereden, want ik vond het zonde om dan met 2 auto's weg te gaan. Maar altijd als ik dan weer inzet, dan denk ik, oh ja toch. Even weer lekker. Ja, klinkt gewoon super stom. Maar een dag niet gereden is voor mij soms echt een dag niet geleefd. Hey. Hoi. Jij bent toch Jade Anna van Instagram? Nee. Je lijkt op haar.
Ook vaker. Zou je met mij misschien een keer... Nou, kom, scout. Wow, dat klonk echt als jou. Ja. Zo, jongens, ik ben gesloopt. Ik ben helemaal kapot vandaag. Zo'n meet and greet vergt toch aardig wat energie van je. Maar het was wel weer super leuk om te doen in ieder geval. En weer even heel anders natuurlijk. Omdat ik heb sowieso weinig meet and greets gedaan sinds corona. Eigenlijk, volgens mij was dit zelfs de eerste weer sinds corona. Als ik het me zo bedenk. Ik weet het niet eens. Maar ik ga in ieder geval... lekker liggen hier, want de rest is toch allemaal beneden. Gewoon even lekker spelletjes aan het spelen. We hebben net gekwikst, ik heb gewonnen. Maar ik duik hier even lekker erin, want ik ben echt helemaal kapot. Echt gesloopt. Ik lig erin. Ik vind het juist ook altijd super leuk om natuurlijk jullie te ontmoeten als kijkers zijnde op zo'n dag. Dit was wel heel jong publiek, moet ik zeggen, want het was echt Kids Heroes. Terwijl ik ook heel veel ouder publiek heb natuurlijk, maar jullie zullen misschien minder snel naar zo'n meet and greet toe gaan, wat ik ook begrijp. Ik zou dat zelf ook minder snel doen. Maar ook genoeg 25-plussers gezien deze dag. En dan denk ik ook echt, wauw. Echt lijp eigenlijk om te zien. En leuk om ook te horen rondom mij natuurlijk. Van ik merk zo erg de laatste tijd dat er ook zoveel meer ouderen juist de vlogs interessant vinden en leuk vinden. Om te zien wat ik meemaak op mijn leeftijd. En natuurlijk wat ik doe. En liefdesleven wat interessant is om te zien. En gewoon de stappen die ik maak op dit moment in deze levensfase. En dat daarom vraag ik eigenlijk altijd van hoe oud zijn jullie nou eigenlijk? Als je deze vlog kijkt, drop gewoon weer even je leeftijd in de comments. Ik vind het altijd interessant en leuk om te lezen. Ik ga lekker de vlog afsluiten. Meneer die lag al te slapen toen ik boven kwam. Nee. Jawel, eigenlijk wel. Maar dat was alleen maar omdat zijn telefoon was uitgevallen. Dus hij dacht, ik ga maar slapen. Dus, bedankt voor het kijken. Vergeet niet, hoe doe ik dit altijd? Wat zeg jij? Te liken? Nee, dat zeg je helemaal niet. Anyways, probeer te abonneren en te liken. Probeer te abonneren. Ja. Probeer het maar. Het knopje is moeilijk om in te drukken. Nou. Probeer het, hè. Ik krijg echt een lamme arm. Dankjewel voor het kijken. En dan zeg ik nu... Later!